De tweede film van Maya de Wij, de eerste werd verkocht aan 120 landen. Is dat nu iets waar jij je goed bij voelt, waar jij belang aan hecht? Goh, ja, ik vind Maya bestaat al heel lang als figuurtje. Ze is ook al gekend over de hele wereld, denk ik. Dus het is leuk hè, dat blijft leven, dat overal blijft leven. Dus hoe meer het verkocht wordt, hoe beter, ja zeker. Hoeveel plezier beleef jij eigenlijk aan het inspreken van dat stemmetje? Heel veel. Ik doe dat echt heel graag, dat inspreken. Ik kijk er altijd weer naar uit. En dat zijn dan, ja, hangt er een beetje vanaf. De film was nu denk ik een dag of 18 of zo. En dan weet ik van, oh yes, dat wordt weer heel gezellig. Je staat wel te acteren, maar in een studiootje. En er zijn misschien één of twee mensen bij. En dat is... Ja, dat is altijd heel plezant. Het is ook altijd een leuk verhaal. Je wordt er goed gezind van, dus je gaat ook goed gezind naar huis. Ja, ik doe dat echt graag. Wat kan je kwijt over het verhaal? Ja, het gaat over een soort Olympische Spelen. De bijenkorven mogen tegen elkaar strijden. De honingspelen genoemd. En het komt er eigenlijk op neer dat door samen te werken, door echt een goed team te vormen, dat je er dan wel komt als je wil. En natuurlijk staat vriendschap ook weer heel centraal. En ja, echt de wat we van Maya mogen verwachten. Hè. Het bijtje die de problemen oplost en die alles terug goed maakt. Vriendschap is heel belangrijk, zeg je. Maar hoe zit het met de relatie Free en bijen? Oh, ik hou van bijen. Ik weet dat ze met uitsterven bedreigd zijn en ik vind dat heel erg. Dus ik plant in mijn tuin ook altijd zo bloemen speciaal om bijen aan te trekken en zo. Ik ben ook een honingfanaat. Ik heb 7 verschillende honingen thuis staan. Dus ja, ik vind bijen, ik ben er altijd... mijn kinderen mogen dat ook niet doodslaan of zo. We moeten er altijd heel voorzichtig mee zijn. Dus ik hou van bijen, ja. Jij doet natuurlijk deze film niet alleen. Er zitten nog bekende namen in de film, of stemmetjes van bekende namen. Wie zijn het? Ja, we hebben natuurlijk Gert en James, die de mieren dit keer vertolken. We hebben nog Gilda de Bal. Gilda de Bal is ook super als boze koningin. We hebben Nora. Goh, ja, wie zit er nog allemaal in? Natuurlijk is Thomas er weer bij als Willy. Ik heb ook gehoord dat Jannie Casaltis erin zit. En Kurt Rogiers. Dus allee, we hebben echt hele mooie namen in de film. Is dat nu een film waar je samen met de kinderen nog naar komt kijken of zijn ze te oud? Nee, ze zijn niet te oud, want Maya blijft leuk, denk ik. Ik kijk er zelf ook nog graag naar zo'n tekenfilmpjes. Dus ik denk dat er ook veel mama's en papa's het niet erg vinden om mee te kijken. Dus ik denk dat die van mij daar ook graag gaan naar kijken. Waarom moeten de mensen komen kijken? Goh ja, omdat het echt een beetje nostalgie is voor mama's en papa's. En voor kinderen is het een heel leuke figuur waar je echt blij van wordt. En er zit ook altijd wel een mooie boodschap in, vind ik. Die wel belangrijk is om kinderen mee te geven. En ja, het is gewoon een hele leuke film.